En allemaal, welkom bij Reus. We gaan weer Reus spelen. En we gaan weer een nieuw spel doen en we doen nog één keer een tijdperkje. Ik denk dat we de volgende keer met een echt spel beginnen. Dus zeg maar die niet onbeperkt doorgaat in principe. Maar het is voorlopig zeg maar handiger om dit te doen. Aangezien we superveel leren elke keer over het spel. En ja. Wat is er nog? Nog 6 ontwikkelen. Hé, dat moesten we de vorige keer ook. Het is ook wel beginspel. Laten we dan maar beginnen met een oceaan. En een berg. Wat heb ik nou gedaan? Aardbeving. Oh, ik wil eigenlijk deze doen. Ups. En een bos. En dan hier weer een oceaan. En dan doen wij welvaart. Dat doen wij daar. Jij doet dan moeras. Zoiets zometeen, denk ik. Dat komt daarna wel. Oh, daar is hij. Kijk, oké. Okay. Dan doen we creëren moeras. Hier. En dan jij hier nog een oceaan. Nee, hier een oceaan. Altaar-uitdaging. Jij moet hebben voedsel en spul. Plus 5 voedsel en plus per dier binnen de grenzen. Oké, jij kan dieren maken. Jij kan voedsel maken. Jij kan dieren maken. Jij maakt welvaart, terwijl jij het hier nieuwe Marisbaan vond. Oké, dan doe je deze daar. En dan moeten we meteen die erop, want er zit hier meer. En er is een stad gesticht. Oké. Dieren. Wacht even. Als er steen naast staat. Waar ze naast staat. Dat zal wel. Oké, zetten we nog wel hier. Zetten we de dier neer. En er is nog een nieuwe. En dat is deze. Jij moet voedsel extra hebben. Dus je hebt nu al 20, je geeft plus 15 per plant. Nou. Bosbes, dit is ook een bosbes. Ah. Oké, okay, zo. Bingo. Oeh. Is niet verkeerd. Dat is, deze is ook bijna binnen. Hoe kan ik deze vergroten? Als het mineraal binnen bereik is. Oh. Als er kwarts aan staat, maar is lastiger. Zit er gewoon nog een neer, joh. Hè? Zit er gewoon daar ook nog eentje neer? Dat was dom. Oké,
doe die gewoon even daar. Anders gaat die ook wel goed. Ik wou dat ik kon versnellen af en toe. We hebben nu dan allemaal zijn deur klaarstaan, dat bedoel ik maar. Jij bent een bosambassadeur. Oh, je bent anders dan normaal. Dan geven we deze. Geeft een plant-fruit aspect. Dat ik hem aan jou geef. Sure. Uitgedroogde struik, waar is dat? Dat is daar. Maar ik kan jou dus beter maken door middel van deze. Water aan de steppes. De shirt. Steeds naast de andere plant dicht. Nou, dat is jammer. Ze hebben in ieder geval genoeg. Ik moet nog even verzamelen. Dan moeten we nog een andere stad maken. Ik doe dat het liefst met de tech. Dorpen, deze wil zich vestigen of gaat zich vestigen. Ambassadeur verschijnen en een schooluitdaging. Jij hebt nodig daarvoor meer tech en meer voedsel. Ook mineraal, maar we kunnen deze naar. Ambassadeur. Jij kan hem zo dus niet. Jij hebt er niks aan. Oké, jij krijgt deze. En dan is deze dus nu. Waarom moet er nog voedsel in de buurt staan? Waarom werk jij niet? Doen we het wel op deze. En dan verander ik jou wel naar tomaat. Ik nodig 15 en 15. Nou, dat heb ik al gehaald. Ah ja, maar dat geeft natuurlijk ook extra per plant. Dat is chill. Wat ook hier. Wel, ik wacht er even mee. Nog een ambassadeur. Ik heb een achievement gehaald ermee. Ja, mag ik hem niet gebruiken? Jou ook niet. Oh, jawel, jawel. Het geeft een kudde aspect. Van het dier geef ik het voedsel toe. Oké. Of planten een gif aspect voor het tech toe. Jij kan. Verder alles nog oppakken. Jij kan niet anders hebben, toch? Moeras en bos.
dat dit? Dat is een pepermunt. Ik weet niet waarom dit niet werkt. Tomaat. Dat bedoel ik. Voeg voedsel toe. Wat heb ik het gedaan hier? Oh, ik heb hem opgepakt. Dan krijgen we otters, dat is wel cool. En dat is nieuwe normale, dus ik druk hierheen. Oké, hallo stadje. Druïde uitdaging is begonnen, technologie in gebruik. Je hebt planten met tech. Ik kan ook die meer tech laten geven. Oké, dus door middel van jou met je plat aspect. 22 heb ik al. Deze stekken zo fijn, hè, deze dingetjes. De molenuitdaging is begonnen. Ik snap echt niet waarom deze dingen niet werken, maar oké, dan zetten we er gewoon nog eentje daar neer. Dat kan net wel, toch? Ja, maar dat is dus net buiten het bereik van de stad. God damn it. Maar goed, we moeten dus daar meer voedsel hebben. Ik heb jou pas 2 keer gestekt, dus ik kan er nog een plant tussen gooien. Dat kan makkelijk zelfs. En dan hier dat ik jou heb, zet ik jou daar neer. Oh nee, wacht, cancel. Dit was dat. Oh, dit is best uitgebreid. Oh, sure. Terug naar hier. Dat betekent nu 73. Deze kunnen we flink upgraden. Appelboom. Aardbeien en dan daarop een bomen spreken als dat kan. Aardbeien, oké, die kunnen we dus niet verder doen. Tempo, nou, oké, die is best wel veel. Doe die erop. Is hij 18. Zo is hij 9, helaas. Hiernaast ligt een dierennest. Dat kunnen we dan wel weer doen met deze. En er is weer een woestijn aan onze deur. En jij moet dan geloof ik naar deze gast. Daarmee krijgen we een gifaspect. Sterk plat aspect.
can try. Ik heb ze nu 93. Maar ik kan jou ook upgraden. Ja, dat kunnen we als fact zo. We krijgen konijntjes. Nu 99. Maar nog een kudde aspect. Kunnen wij hier herten van maken? Oké, dat is niet gelukt. Ik was er een uitdaging. 80 en 40, oké, dat is te doen. Ja, deze al toch, denk ik. Dus 30 voedsel, hier kopen ijzer, schiet veel zout binnen de grenzen. Zoek één schietwilg maak. Dan kan ik wel aardig het voedsel erbij scoren. Ik hoef maar één plant, dan krijg ik ook weer extra bij. Plant. Ik wil met jou dat jij een gif aspect doet. Oké, doe het niet, denk ik. Jawel. Ik kan er dus nog wel een schietvip van maken, dat is op zich een punt niet. Oké, ik moet 80 voedsel hebben. Als we dat maar niet doen, laten we maar gewoon nog een plant neerzetten. Dus die is altijd compleet. Deze niet. Deze wel. Nee, als we technologie hebben, fuck. Je hebt geen tech. Wacht, jij hebt tech. Symbiose, oké. Nog een dorp, jee. Ik denk niet dat we deze kunnen redden, of wel? Nee, die is lastig. Het is jammer dat deze waarschijnlijk kut gaat worden. De graansfeer. Per dier binnen de grenzen. Oftewel, jij gaat daar. Ho, 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 ho. Dat is even niet. Nou, ik heb het grootste deel van het leger al uitgeschakeld. Awesome.
Oorlog is gestopt, jongens. Oké. Deze werd kudde afspraak. Oh, awesome. Is een kwaderbloem in de buurt, dus ik weet niet of ik kan maken dan weer bij jou. Oké, dat werkt voor een meter. Kun jij dat doen? Ja, ik dacht wel dat het ging werken. Maar ik wil wel jou hebben. Oh, nee. Om die hier even neer te zetten en dan was er nog iets. Meneer Tech, kan ik misschien wat doen? Oké, van mineralen naast dat ding. Oftewel, we pakken jou. Dat gaat helpen, jongen. Dus wat moet ik hebben? In dierenbereik. Paardenbloemen, vingerhoeskruid of nachtschade. Oké, dat kan ik dus niet met jou. Kan ik daarvoor met jou doen? Ze hebben zat, dat is op zich het punt niet. Je hebt ook zat. Oh, ze willen dus ook een oorlog winnen, vandaar. Nog een ambassadeur. Dat geeft jou een... Oeh, die is niet verkeerd. Ik pak jou op met deze gast meteen. Cool. Dus paardenbloem. En dat moest ook voor deze? Jazeker. Bijna geen project. Cashier. Oké, maar jij kan meer waard worden. Dan gaan we op jou doen. En dan met jou gaan we die doen. Gelukkig staan ze super snel. Ja, maar weer. Activeer bussen 15 welvaart in gebruik. Dan gooien we nog even een welvaart binnen het gebied. Want dit is in ieder geval een punt voor mij. We hebben ook zat een lot nu. Lage seismisch aspect. Kut. Daarvoor moeten we deze eigenlijk in oorlog. Maar ja, daar hebben we ook niet zin in. Oh, er zijn meer techno's. Shit. Kijk niet kwijt. Dat kunnen we. Maar ik weet niet of het tijd is.
kunnen het konijn veranderen naar planten. Of moet hij hier kunnen planten? Wel, laat hij maar zitten. Ik hoop in ieder geval nog deze te kunnen halen, want die is wel handig om te kunnen. Poef. Nog steeds niet genoeg. Hij heeft er maar 3 bij te doen, dus ik hoef hem waarschijnlijk niet eens echt. Nee, precies. Als ik dit doe, dan gaat hij namelijk naar beneden. Dus nu komt hij goed uit. Ik weet niet dat het halen binnen de tijd. Deze wel. Die is wat chill, want die is op zich ook wel bijzonder. Deze is best wel goed ook eigenlijk. Het is 30. Het is beter dan bij de buren dat je. We zijn de voedsel, maar wel min 10 ontslag. Dus ik denk als ik deze weghaal, zal het een stuk beter worden. Maar ja, dat terzijde. Deze moet kunnen. Anders halen we deze in ieder geval wel. Dit halen we net niet. Ja, precies. Die stad gaan we het einde van de wereld afvegen. Is dat een goed idee? Kom op. Yeah. Achievement gear. Niks aan. Ze kunnen zoveel doen. Oeps. die heb ik voor me niet. Ah, 20. Ach, dat zal ik wel. Ik heb er maar een minuut, dat is iets nieuws. Tot leven werken schiet ook niet zozeer op. Nog te vreedzaam, oké. Zijn we wat molens, wat voedsel nodig? Kan ik jou nog een keer gebruiken? Ja, per dier. Dan hebben we het voedsel, dus dan moet ik nog tech spul. Dus dat zetten we die. Voor als de ambassadeur. Wat?
Ja. Maar evil sign of konijn. Oké. Okay. Dat is best wel awesome. Plus 100 attack. Ik wou dus zeggen, moeten we eigenlijk kijken. Deze kunnen we wel voelen. Nee, dat kunnen we niet. Ik weet niet of dit dan nou net binnen of net is buiten, dat weet ik eigenlijk wel. Ik denk dat we. Ik weet niet of ik moet slopen. Want daar kan ik niet bouwen. Nergens hier. Dat is kut. Ik moet eerst groter worden, dus kan ik niks voor jullie doen. Of ik moet deze kunnen. Ja. Oh, die hebben we gehaald. Die hebben we gehaald. God, ze liggen aan. Oké. Voorspoed. Mhm. Dus hier hebben we Foxglove. Oké, maar we gaan wel weer een stad naar beneden werken. Dat vind ik leuk om te doen. Ik vind jou dat jij wel een leuke aanval hebt waarschijnlijk. Deze maakt het kapot. Ja, bam. Bam. En dat op je lijk. Godverdomme. En dan nu die, want zo'n klootzak zijn wij. En nu wat er nieuwe. Maar in ieder geval. Dat is voor vandaag. Dus even kijken. Volgende keer gaan we in één keer echt spel doen. Dus niet meer een tijdperk van 30 minuten, maar gewoon een echt spel. Dus tot de tijd. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Hé, er staat er hier een. Zal ik wel. Doei!